Zo, welkom allemaal. Ja, inderdaad, ik ben tegenwoordig een heel lelijk, breed, slecht te varen rond schip. Maar door dat enorme ruim kon je heel veel zout en vaatjes meenemen. En wat deden wij? Wij gingen dat kaken aan boord doen. Zodra ze gevangen werden, kaken en in een ton. En ten eerste zorgt dat ervoor dat de haring daardoor beter blijft. Maar ten tweede, je kan veel verder weg gaan om haring te vissen. Dat begon ergens op te lijken. Maar zoals ik al zei, mensen die die mogelijkheid niet hangen, die vingen de haring op hele andere tijden van het jaar. Zo'n beetje het lekkerste zijn geweest van de afgelopen 8 jaar. Dus ik heb er heel veel zin in. Nou, hierbij wou ik het even laten. Verder heel veel plezier en hartelijk dank. Last people from the Black Sea region. And their whole psychology and their satire has something to do with anchoas. And so when you see and you meet these people, I'm pretty sure your Turkish Dutch colleagues and friends will testify my whatsoever comments and advice, because these people is the most funny. Turkish people, and always improvise satire, comics, and it is. One of my new colleagues on the supervisor.